Staat er nou te jokken? Ja, wie ligt er nou, Victor? Inderdaad, wie? Nee, Suske en Wiske of Mr. Mac? Wie? Johan Duffe. Zo. Voor de bord naar Duffe. Yo guys, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we kijken naar de boze buren. Gaan kijken naar Frank. Ik heb een weddenschap verloren. Kerstbel in mijn oor. Kerstmaand, dus ik moet genieten. Gaan beginnen met deze video. Je bent helemaal opgefokt. Ja, daar ben ik ook. Ik word er stapelgek van. Zo, gelijk als zien, deze vrouw is Henny Duifman. Heeft er geen zin in. Henny Duifman is woest. Woest is ze. Ik word helemaal dus getikt. Door dit getik. Of u bent getikt, Henny Hanekamp. Henny Hanekamp. Want ik kan wel zien aan de houding dat het maybe toch een beetje aan u ligt. Allee? Toen werd er gebonkt. Stappen. Echt zo boem, boem. Oh, no. Ben je niet gewoon in de war? Ben je niet gewoon in de war, Henny Duifmans? Ben je niet gewoon in de war, mevrouw? Bent u misschien niet een beetje in de war, oké? Okay? Van de bovenburen. Van de bovenburen ben ik in de war. Zit het niet tussen je oren? Nee. Mijn spiegeljater hebt ook gezegd. Dat is niet. Je bent helder, jij. Vrouw, dat klopt niet echt alsof je helder bent, grap. Ja? Ik loop op. Deze mensen moeten dat doen. Flikker. Ik geloof u. Ik geloof u, kabouter Plopsaland. Kan toch nooit dat ze van ons lasten? Nee, we leven. Nou, die vrouw zit er toch doorheen, zie je. Ze kan niet eens uit de woorden komen. Heb je nou deze oude mensen hun leven zuur te maken met die blond geblondeerde kapseltje? Blondering heeft uw hersenen aangetast, mevrouw. Rustig. Zo, ik ben aardig. Ik ga weer niks zeggen. De onderbuurvrouw wel eens. Wij hebben veel overlast van de Maar ze deed me wel denken aan een ork uit Lord of the Rings. Ik zou ook niks zeggen, maar toch zeg ik het weer. Boom, 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 boom. En toen kwamen ze naar boven. Toen zegt ze, ophouden, anders maak ik je af. Oh mijn god, wat erg! Mevrouw, dat gaat ze niet echt doen. Echt waar? Echt waar? Jij. Wow, dat is wel heftig hoor. Toen heb je tegen de buurvrouw gezegd, ik maak je af en je hebt dit gedaan. Nee, ik heb absoluut niet gedaan. Zie je zo en toen zei je ja. Ik geloof deze oudere vrouw. Ik geloof niet Henny Huifduif, Henny Snuifduif, Henny Blondeerkapsel. 12% blondeerpoederkracht. Even kouden mevrouw. Maar je hebt wel gezegd, ik maak je af. Ja, dat heb ik gezegd. Zijn we met de dood bedreigd? Dat is toch abnormaal? Vertelt u eens wat dat met u gedaan heeft. Niks, want ze stond hard te lachen toen ze de deur dicht deed. Nee, het is niet. Vrouw is gek in haar hoofd. Daarom moet de familie Overduin een ondervloer leggen. Dit is letterlijk niet fair, man. Deze oude mensen doen die shit niet, man. Dat voel ik aan mijn water en ik heb niet eens een baarmoeder. Wat is dit? Ze hebben niet meer verstand. Zo. Dat zijn gewoon van die kanslozen. Die hebben gewoon niet meer verstand. Nee, komt voor mij uit Twenten, nee. Nee, komt voor mij uit Twenten. Verstand. Ik snij hem echt zijn kop eraf. Zo! Doe eens kalm, mevrouw. Sla hem de kop eraf. Sorry hoor, Patricia. Even rustig, hè? Becky klets. Jezus, man. Kijk hoe serieus ook is. Zo ver ben ik. Het is gewoon... een vieze dikke eikel. Vieze dikke eikel. Nou, hebben we het over u? Groeten we elkaar nog? Nou, nee. Niet nodig. Ook niet. Maakt me nu zo. Goeiedag. Ik wil nog... Ah, hij doet het wel even, hè? Hij had ook een machtig feetje dit. Kijk, dat is nog een babaaije. Ik vind deze man nu al geweldig. Nee, komt voor mij een trap naar net. Of een schudding overlegd worden. Maar jongens, wie... Zo'n drama altijd op een schudding, hè? Wie staat er nou te jokken? Ja, wie ligt er nou, Victor? Inderdaad, wie? Nee. Suske en Wiske of Mr. Mac? Wie? Maar ze speelde altijd een onschuldige schaap. Ik vertrouw die mensen niet. Nee. Ze liggen alles bij elkaar. Ja. Mevrouw, die leidt iedereen om de tuin met haar dikke tet. Yo, wat heeft dat... Hé, hey, yo! Wat hebben die tetten ermee te maken? Nou, heen met die dikke tit. Ja, die dikke tit. Waar komt dit vandaan dan? Henkie Pispaal. Even rustig. Er is nog een pittig incident geweest. Dat heeft er bij jou ingehaald. Hij is echt boest. Hij is echt boest. Het gaat over jullie zoon, Toby. Ja. Die zou tegen jou gezegd hebben... Laat hem zo joh nog vergaan. Kom erop, we scoppen je ook in een karretje, net zo'n karretje waar je zoon in zit. Oké, dat is niet normaal, man. Hé, hey, die mensen zijn evil as fuck. Oh. Suske en Wiske. Nou, maar dat je het ging aangezegd, hè? GHB, hoor. Dat bedoel ik. GHB. Jezus. GHB, wat de fuck? Wat gebeurt hier? Je bek over mijn gootje, dus dan niks anders wel. Ja, gedrang je dan net als normaal. Ik stond op het punt om de kap eraf te trekken. Ik weet niet, man. U heeft maar 1, 2, 3, 4, 5 strepen wifi. U kunt ze toch wel een beetje in contact houden? Ideaal zijn. En ik vind een contactverbod zeker nodig. Oké, ze hebben dus beide gewonnen. Vind ik naar, maar het zal wel weer. Haar is er nog niet, ik kan nog wel een uur wegblijven, die klootzak. Zo! Heb je het over meester Visser nu? Ja, maar ervoor gaan. Noemt u nou Mr. Visser zo? Wat een baas! Pas op, want anders komt hij helemaal niet meer. Dan komt hij toch lekker niet, dat denkt hij. Ik ben mij, verdomme. We zijn hier voor jou, hè, Piet. Je hebt die ook weglopen met zo'n stokje, hè? Piet, we proberen het op te lossen voor je. Dat is een gesjaak allemaal, god. Je hebt het zelf aangehaald. Hot. Je legt al vanaf dat ze er wonen, legt die lantaarnpalen over het hek heen.
Maar dat is toch onze grond? Dat is toch onze tuin? Nou, je moet maar even... Nou, maar als het hun tuin is, ouwe kakpoof, hè? Ouwe kistsluiper. Als het hun tuin is, dan moet je je bek houden gaan. Even kallen maar, hè? S'avonds kom je op met een hele bende, met de aanhanger vol met troep. Moet je eerlijk wezen. Zo! Er zijn ook mensen af. Die werken, hè? Nee, je moet naar de waar uitspreken. Dat is niet waar. Dat waar. Is echt niet waar. Nee, dat is toch echt... Zo, je moet naar de waar uitspreken, hè? Ja, nou. Ja. Nou, onze kon halen ze Jezus erbij. Dus dat is klein. Dat heeft Jezus hiermee te maken. En de kindjes eraan onder doorkomen, dat er zat dus asbest op het dak van die man, dat hebben jullie niet meegekregen, heb ik geskipt. En het boeit hem niet. Ik snap wel dat die mensen dat niet leuk vinden. Doe even die asbest weg, meneer. Even kill hem, ouwe snater. Is er nog iets wat nog niet gezegd is, wat nog gezegd moet worden? Ik zeg niks meer. Ik ben zat weer hierover. Zo, hij is er alweer helemaal klaar mee. Nou ja, ik wil wel even nadrukkelijk zeggen dat er wel iets moet komen dat hij niet kan pesten of wat dan ook. Nou meneer, u heeft mazzel, u kunt nog komen. U heeft een leuk vrouwtje toch? Dat is echt genoeg. Ik heb genoeg gehoord, ik sluit de hoorzitting. Papa. Nee, kom weer. Nee, die heeft u al nee. Heel even hou me niet tegen, godverdomme. Hou me niet tegen, man. Ga weg. Zo, nee, ga weg. Op zo. Want ik stijg godverdomme alles in de brand. Zo, meneer! Open die deur. Piet, blijf nou nog even. Nee! Van huis, want we hebben het verloren. Je moet je aan de uitspraak houden, Piet. Ja, nee, het is een hele ernstige zaak. Het is schandalig als je je er niet aan houdt. Wat een psych vent. Meneer, wat zeurt u veel? En je mag gaan met stress een kist in. Touwen erbij. Heb je toch al gedaan? Wat? Zo! Skaterkijk! Zo, was het er! Was van nu duur? Hij doet zijn vrouw weg hier. Wat doe ik? Johan Duffen! Zo! Vulle chillen! Voor de bord naar Duffen? Skaterkijk! Johan, dat was het! Was van nu duw! Vulle chillen, rek, rotkijk! Vaak heb je ons wel niet bedreigd ook. Ach, ik heb je geduwd! Je zakte gewoon in elkaar, man! Nou, oké. Mafkies! Als ik jou een klap had gegeven, had je anders uitgezien. Yo, zo! Deze man is woest! Deze man is kwaad! Op Jasper Dahmer! Hij is woest! Holy moker! Maar, ik kan me voorstellen dat ze bang voor u zijn. Ja, ja, die mensen wel, ja. Hij geeft zich geen ongelijk en ik denk. Omdat je toen ook al gedronken had en je had. Ah, schijt ook uit. Jij doet dat van ons. Jullie zetten meer eens mee, man. Jullie zetten elke dag. Ik zet me in een weekend. Wat denk je? Je zet me hier als alcoholist neer, man. Achterlijke. Maar, meneer Dave, u bent er wel voor veroordeeld. Ja, wat is de reactie? Ja. Dit is toch. Ja. U zet me als alcoholist neer. Maar je bent wel veroordeeld. Daar hebben we straf voor gehad, ja. Ja, oké, dus dan. Van het contactverbod. En allebei hebben basically weer gewonnen. Het is weer een verbod. Komt natuurlijk een leuke video. En wanneer? Like de video. Comment op de video als je nog meer wilt zien. Buurruzie. Lang leven de cringe, liefde. Yes, air. Met cringe shit. Let me know. Ik vind dit top, oké?